Raadslid Niels van den Berg van de partij Burgerbelangen Enschede wil graag een gesprek met de KNVB in Zeist over de huidige situatie van FC Twente. Dat schreef hij in een open brief aan KNVB-directeur Bert van Oostveen. Hij voelt zich in de maling genomen, gepiepeld en niet serieus genomen. Wij vinden dat er gaande het proces voorwaarden, criteria zijn gesteld vanuit de KNVB. En dan krijg je dit, om het zomaar even kort samen te vatten. En dit denk ik niet dat ik uit hoef te leggen, want de mensen weten prima wat er aan de hand is op het moment. In de brief staat onze onvrede, onze ongenoegens. Enigszins op een satirische, schuinstrip cynische manier omschreven. Dat is dan een tweede. Maar wel degelijk met een serieuze ondertoon. In die zin dat we wel voornemens zijn om daar ook concrete vervolg aan te gaan geven. En daar in gesprek te gaan met de mensen van, ja, wat is er nu gebeurd met betrekking tot het hele proces? Waarom is dat en dat gesteld aan de voorkant? Hebben wij voldaan aan al die voorwaarden? Wij is natuurlijk FC Twente met alle stukken, maar ook die garantstelling die erachter zit vanuit de gemeente, waarin we allemaal die uren hebben gestoken. En dan kreeg je een totaal ander scenario. En dat verbaast me, op zijn zacht gezegd, enorm. En ook de ledenvereniging Twente Verenigd, de supportersvereniging van FC Twente en de sponsoren van de club hebben een gezamenlijke brief verstuurd aan de KNVB. Zij steunen de nieuwe leiding van de club in de gang naar de rechter. En ze maken daarbij gehakt van de KNVB, die in hun ogen de club veel te zwaar straft. We doen een oproep aan het gezonde verstand van iedereen die hier een beslissing op moet nemen. Namelijk dat het voorstel zoals het nu voor ligt, dat het echt van tafel moet, omdat de club dat gewoon niet aan kan. Dat kan de club niet trekken, financieel en anderszins. En we hebben dat nu via de media proberen te verspreiden. En dat er zoveel mogelijk sympathiebetuigingen ook staan. Maar vooral ook dat op die manier de media het breed gaat uitzenden en ook gaat oppikken. Het effect is denk ik groot als we ook het publiek laten zien wat we daarin doen. Nou, de beste oplossing zou zijn dat Twente gewoon licentiedruk zou krijgen. Want ik heb de afgelopen maanden is er enorm veel gedaan. En alles is gedaan eigenlijk wat moest gebeuren. En nog veel meer. Hè? Dus alles is klaar. Financieel is het allemaal op orde. Een nieuw bestuur staat klaar om te kunnen beginnen. Alles is geregeld zoals het is opgesteld via de straf van de KNVB. En dan moet je nu ook de ruimte geven om een nieuwe Twente een kans te geven.